Goedemorgen allemaal, dames en heren. Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op YouTube. En niet zomaar vlogs, want ik ga met Nadine en de hele fam naar Frankrijk. Yo! We hebben er onwijs veel zin in. En net zoals vorig jaar ga ik natuurlijk elke dag leuk vloggen. Vergeet ook niet even om een blauw duimpje omhoog te geven. Even te abonneren op die rode knop. En op het belletje te klikken, dat is heel belangrijk. Ja, jongens, en ik heb er zo'n zin in. We zijn er zo klaar voor. Helemaal bepakt en bezakt. Alles zit al lekker in de auto. We gaan met de auto naar Frankrijk. En we gaan niet zomaar naar Frankrijk. Want we gaan naar dezelfde camping als dat wij vorig jaar waren. Dus dat is nog leuker. Want ja, we kennen het inmiddels daar. En hè, misschien de mensen weer allemaal. Ja, dus het wordt allemaal zo leuk. En nou ja, ondertussen ga ik natuurlijk ook wat Franse woordjes erin knallen. Dat deed ik vorig jaar ook. Want zo leren we toch een beetje onze Frans. Ja. Moi, Nadine. Moi. Ja, à droite, à gauche, tout droit. À droite is naar rechts. À gauche is naar links. En tout droit is rechtdoor. Ik ben helemaal... Ja, jij gaat er ook vloggen. Kijk, Jaren. Hey. Hey, jongens, luister dan. Chrissy en Rihanna gaan gezellig mee. Ryan. Hebben we er zin in? Hey, sowieso. Ja, leuk. Kan niet wachten. Waar is de auto? Oh, die staat daar. Nou, fijne reis, hè? Oh, au. Zou ik even de buurt een beetje wakker schrikken? Weet je, ik bedoel, het is toch alweer een tijdstip van 11 uur. Dus ik pak hem even 3 keer op de toeter. Zo, daar gaan we dan. Bepakt en bezakt, jongens. We lijken net alsof we de stoomboot zijn van Sinterklaas met al die spullen. We gaan lekker naar Frankrijk. Hoe lang rijden we ook weer? Zo'n kleine 5 uur, hè? Denk het. Ja, kleine 5 uur. Zo, jongens, we zitten in België en ik heb het gevoel alsof we al in Italië zitten, joh. Dus we zijn wel lekker aan het reizen. En dat die er zit een heel schriftje te kijken. Kijk, een hele poster. Twee hele posters. Justin Bieber. Ah, Justin Bieber. En de achterkant. Miley Cyrus. Miley Cyrus. En Bonnie Flex. En Emma. En Emma Hester. En Selena Gomez. Leuk zeg. Ik ook. Ik ook. Zijn er bijna. Nee, dat is niet waar. Zo, jongens, even naar de Jumbo. Of daar. Want even, ja, toch even lunchen. Lekker bij de broodjes. Ja, ik denk een frikandellenbroodje. Ja, ik moet ook een selfie stick kopen. Ik moet er hier eentje kopen. Ja, we gaan even voor jou kijken, denk ik. Nee, ik denk niet in de Jumbo. Ja, dat is toch zo'n rare afdeling. Oké, dan gaan we even kijken. Pak eerst even een broodje. Oh, oké. Okay. Wauw, welkom. Wow, de iPhone 12. 12. Chrissy is even op zoek voor een selfie stick. Want ik heb, kijk jongens, ik kan jullie helemaal zo uitstrekken. Ja, en Chrissy die gaat ook vloggen. Maar dan niet voor openbaar hoor, op YouTube. Gewoon voor privé. En trouwens Nadine ook. Nadine, jij moet trouwens ook nog vloggen. Ik moet die meiden even daarop herinneren dat ze wel moeten vloggen. Kan je helpen iemand te zoeken? Ja. Oké, wij zijn er bijna. Wauw, je ziet de swimmingpool daar al. Oh, jongens, we herkennen het nog uit duizenden. De hele route, joh. Is allemaal zo herkenbaar. Oh, het is echt warm. Hey, zwaaien. Oh. Ja, leuk. Nou, ik voel me buiten aan, het is bloedheet. Oké, we moeten nu even onze QR-codes van de coronabewijzen laten zien. Oké, wij hoefden niks te laten zien. Nee, wij zijn kids. Bonjour. We zitten een levenstocht te zoeken, joh, voor dat gekke huisje van ons. Op de vlog. Oh, wij zijn vloggers. Ja. Oké, dames en heren, we zijn bij het huisje. Kijk! Let op. Ik ga even een tour geven, jongens. Even kijken. Daar wordt de auto uitgestald.
Dan loop je hier zo, je pakt hem door. Dit zou eraf kunnen, denk ik, dat grote geval. It's a lock. Ik wil deze hele tent eraf. It's a lock. Let's op. Dan loop je hier in. Nou, je kan daar naar binnen, waar Marion nu naar binnen treedt. Of hier. Heb je hier de keuken. Nou, heb je hier een bankje, een tafel. Daar slapen de ouders van Nadine en Christy. Nou, een tv. Zo, zie je het een beetje? Dan loop je hier door. Dit is, ik weet het niet, een kast. Nee. Dit is een toilet. Hier kunnen we lekker onze behoeftes doen. Nou, hier slapen Nadine en ik. Zwaai maar even. En ik hier en Nadine daar. Maar, wat je gaat zien dat wij eerst het verkeerde huisje kregen, of niet? Nee. Nou, wij kregen dus het verkeerde huisje. En toen hadden we een bunkbed, een stapelbed. Maar wij dachten, oh nee. Dat en klopt niet. Niet op de plaatjes. Toen gingen wij zo boos doen en zo. En uiteindelijk hebben we dit huisje gekregen, wat wel op de plaatjes leek. Ja, jongens, dus klopt er iets niet, onderhandel, hè? En ga nooit te snel ja zeggen. Klopt. Want zo zie je maar, we hebben gewoon een nieuw huisje gekregen. Ja. Oh, Marion, kijk je uit. Ja. Nou, hier slapen Christy en Ryan. Leuk, hè? En dan heb je hier de badkamer. Zo. Badkamer, kunnen we lekker douchen. En nou ja, hè? Spiegel. Nou, Marion, ziet u? Nou, zeg. Het is wat, maar. Ja, want we hadden net het verkeerde huisje. Ik had dat allemaal niet gefilmd, want we waren zo in de stress. We zijn gestald. Tenminste, Nadine, ik moet nog even alles uitpakken en inladen. Even kijken hoe het er bij Christy en Rian. Ik slaap zonder die deken trouwens. Oh. Ik echt warm. Hoe zit het bij jullie eruit? Ja. Knusjes. Christy zit te stuntelen. God, jongens. Oh, ja, dat. We zitten dus te stuntelen met die dure. Ik ga erin. Jij gaat eruit. Hier, oh, ik moet even naar de wc. Al die dure. Oh. Ja, geweldig. Maar mijn punt was dus nu eigenlijk, ja, ik heb mijn setje voor mijn badspulletjes hier ingezet. Dit is dat. Ja, ik heb even slippers aangedaan, want het zweet breekt me uit. Het is best warm hoor. Nou, oh. Daarom. En Christy is even lekker daar jurkjes aan het inhaken. Ja. Lekker bezig. Ik heb even alles daar gedumpt wat van mij is. Goed, ik heb even een outfit change, want ik vond het zo warm. Ik had een hele joggingbroek aan en nou ja, wat had ik nou aan? Een t-shirt. Dus ik heb nu wel weer een t-shirt, maar ook even een soort ja, zwembroek iets. Nou ja, dan maar even zo. Dus en dan gaan we even naar de Lidl, want we moeten echt even boodschappen halen. Want we nemen natuurlijk wat dingen mee van huis. Maar ja, dan heb je natuurlijk nog niet alles compleet. Want anders kan je net goed een hele vrachtwagen meenemen. En we zijn met 6 man, dus dat is erg wel even bijtanken. Ja, nou oké, het is een beetje bewolkt, maar het is echt bloedheet. Zo, we staan even in de Lidl. Gezellig, allemaal tussen Franse mensen. Bonjour. En Wat een action talk. We gaan even kijken of we nog wat snacks kunnen drinken. Ja. En... Oh ja, muggenspul. Oh ja. Allemaal dingen die je normaal in Nederland niet hebt. Wist ik ook nog van vorig jaar. Dus C'est très mouillé. Mouillé, Christy, wacht, kijk. Wat is dat? Doe je ook. Nee, doe eens even aan. Nee! Oh, ik voel lekker. Oeh, krijg je helemaal waterstraal in je mond. Ik vind het zo leuk, hè, om met die Franse mensen allemaal een conversatie te houden. Dan zegt zij tegen mij, oh, kan je er langs? Dan zeg ik, oui, merci beaucoup. En dan zegt ze, de rien. Maakt niks uit, denk ik. Kom maar, koningin. Dankjewel. Alsjeblieft. Snel in de rij, want het duurt uren, die rij. Uren. We gaan even naar de McDonald's. We hebben zo'n trek, we vallen allemaal om. Lekker McDonald's. Toppie. Het is verbloed heet hier, jongens. Ik sta helemaal in het zweet. Nou, McChicken. Jongens, kijk wat voor gekke tuutjes ze hebben waar je uit drinkt. Het is net alsof je koffie zit te drinken. Ik heb hier gewoon Sprite in. Jongens, vakantie Frankrijk 2021. Hey!
Zo, we gaan weer lekker naar huis. Onze buiken zitten in ieder geval vol. Helemaal. Ja. Tot de nok. Tot de nok. Nou ja, en we hebben het al op een tijdstip van 7:30. Oké, we liggen lekker even in bed hoor. Oh. Wij komen en vanavond om 9:30 is het een muziek van de 70s. Nou jongens, we gaan even een potje mens erger je niet. Ja, Nadine is weer dik aan het winnen. Ik krijg deze trui mee bij Jaycee. Dus wij gaan nu even richting... wij gaan even richting voor en dan gaan we even kijken of er een spektakel aan de gang is. 70's. Op zondag is er natuurlijk normaal gesproken geen animation. Dat start echt pas vanaf maandag. Want wij gaan maandagochtend ook starten met de ochtendfitness. Ik neem je natuurlijk mee. En als je natuurlijk even de vorige trip naar Frankrijk wilt zien, check dan even de eerste vorige vlog. Die zijn ook zo leuk. Oh jongens, wat een Franse mensen overal hier. Allemaal aan het voetballen. Kijk hier, ici. Allemaal voetbal. Hi. Ja, oké. Nou, doei. Ja, die gaan allemaal lekker voetballen. Ja, en dat snap ik. Weet je, pak het ervan op de camping. Oh, hangjongeren. Oh, dat vind ik zo vreselijk. Ik snap daar het niet van. Oeh, modder. Echt even jammer hoor, die modder. Had ik nou mijn schoenen aan. Oh, mijn broek weer. Oké. Bonjour, l'enfant. Bonjour. Bonjour. Ja, je moet toch vrienden maken, hè? Ah, lekker! Die muziek, hè? Oh, lekker, ja! Ja, bonsoir! Oké, we staan even in de ruimte. Oeh, graag bij zijn licht is. Even in de rij of ze kijken suiker. Ja, even kijken of ze suikerspin hebben. En popcorn. Ja, en dan heeft die Griet. Die staat er met één zo'n gripapparaat. Dat je denkt, meid, pak er 3. Ze zit er met 1. En die andere Griet, die doet letterlijk niets. Maar ik kan niet waarom ze niet verschillende rijen maken. Wat? Eentje voor pancakes, eentje voor... Ja. Suikerspin en andere voor popcurren. Het is allemaal door elkaar. Ik krijg error. Nou jongens, nog steeds in de rij. Half uur verder, jongen. Nog langer. 3 kwartier. 3 kwartier My in de rij. God. Voor een pancake, jongens. Ja, het is echt vreselijk. En ze zijn daar nog volop aan het zingen. Ja, dus ja, hallo. Bonjour. Me, the stormy. Nou, film dat even. Nou, listen. Toch? Ja! Let's dance! Oh, je moest je... Nou... Ze zingen Let's Dance, hoor! Ja, dit is Let's Dance! Uur verder. En we hebben er 2 nu hier. En ze geven gewoon letterlijk elke keer 1. En weer 1. En nu moeten we weer wachten op 1. Error. Eindelijk. Crepes. Deu met suiker. En je ziet niks. Maar we gaan nu eten, want ik sterf uit. Oké, jongens. We zijn echt zwaar verdwaald. We weten even gewoon niet meer waar wij zijn. En die mensen weten natuurlijk allemaal op de weg, want die zijn Française. Ja, ik niet. Ga weg, auto. Je zit me in mijn hiel. Ik word gewoon uitgelachen achter me. Jongen, ik liep in een gat. Hou je bek. Ze lachen me gewoon uit. Ik wist gewoon even niet meer waar ik moest lopen. Ik zie gewoon niks op die vloeren. Ik viel gewoon letterlijk bijna op de grond. Een groep van 18 Franse mensen. Zaten ze me gewoon uit te lachen. Ik dacht echt, hou je waffel. Ik breek ze wat mijn nek. Goed, dames en heren. Aan alles komt een einde. En ook aan deze vlog. Ik wil jullie danken voor het kijken naar deze allereerste vlog hier in Frankrijk. Ja, wat hebben we toch naar ons zin. En Mari, vond je het ook een geslaagde dag? Nou, superleuk. Superleuk, hè? Bedankt voor het kijken. Super tournee. Super bien. Morgen om 10:00 is er gewoon weer een vlog. En dan start het animatione team. En dan gaan we echt van start, hè. Tot morgen.